Een hele goede morgen, lievelingen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben in Düsseldorf. Het is vroeg, ik ben echt super moe. Ik ga ontbijten, dus ik ga jullie eventjes meenemen bij het ontbijt. En ik ga jullie toevallig ook meenemen met de rest van mijn dag. Ach, ik ben zo moe. Ik zie er ook echt verschrikkelijk uit. Maar daar gaan we later op de dag vast wel wat aan doen. Oké, ik heb honger en ik wil weer verder slapen als ik terug ben. Dus ik ga jullie snel meenemen. Oké, jongens. Ik heb ontbijt gehaald. Ik heb 2 broodjes. Ik heb salami, kaas. Ik heb hieronder ei en worst. En een kaasbroodje en Nutella. En een jus d'orange. Nou, ik ga lekker ontbijten, jongens. Oké, zo, wij hebben lekker ontbeten. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Dus ik dacht, ik ga jullie in de tussentijd eventjes laten zien hoe mijn hotelkamer eruit ziet. Ik heb mijn eigen hotelkamer namelijk. Ik ga jullie later wel uitleggen waarom ik hier ben en all of that. Nou. De wc. De douche. Gigantisch mooie spiegel en wasbak. En een bad. De badkamer is zo mooi, jongens. Ondanks dat het nu echt een mes is door mij. Hebben we hier de welbekende enorm lange spiegel. Dit heb ik allemaal op de grond gegooid. Ik weet niet of ik de enige ben die dit doet. Maar al die vieze stoffen dingen die altijd hier zo op het bed liggen. Sorry, maar dat kan echt niet bij mij in bed liggen. Ik vind dat zo vies. Zo vies. Volgens mij wordt dit echt nooit in een was gegooid. Nou, in ieder geval, dit bed had ik lekker voor mezelf. En toch sliep ik alleen hier. Oké, nou, dit is dan de tv. De kasten. En dan hebben we hier het uitzicht. En het uitzicht is niet zo heel bijzonder. Maar ik weet niet. Ik hou gewoon van natura. Zoals jullie misschien al wel weten. En ik zie veel groen. Wel ook veel gebouwen. Oké, ik verblijf in het Van der Valk Hotel. Airport Hotel. Of zo. En airport is ergens daar. Zo, ik heb geen idee precies waar. Maar het is ongeveer zo'n 5 tot 10 minuutjes rijden van hier. En ja, daar ga ik zo meteen nog wel wat meer over vertellen. Maar zoveel tijd heb ik niet. Dus ik moet me weer verder gaan klaarmaken. Maar jongens, ik wou dat ik verblijf hier maar 1 nachtje. Dat was afgelopen nacht. En ik wou dat ik het uitzicht voor jullie had gefilmd. Toen het donker was met al die lichtjes. Het was zo mooi. Ik had de gordijnen opengelaten. En ik kon gewoon niet slapen van hoe mooi het uitzicht was met al die lichtjes. Toen werd ik vanochtend zo wakker. Zag ik dit uitzicht. Geweldig. Oké, wij hebben zojuist uitgecheckt. En ik zou je nog vertellen. Pardon, waarom wij hier zijn. We zijn in Düsseldorf trouwens. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. We waren hier al vanaf gisteren. Maar gisteren waren we bij mijn familie in Keulen. Dus ja, dan is het gewoon niet zo bijzonder om te filmen. Want ja, we doen niks. We zien elkaar gewoon, weet je wel. Dus gisteren heb ik niet gefilmd. En de reden waarom we vandaag in Düsseldorf zijn, waarom we eigenlijk voor afgelopen nacht een overnachting hadden in het Van der Valk Airport Hotel, is omdat we eigenlijk nu, als er geen corona was geweest, dan waren wij op dit moment in het vliegtuig onderweg naar Amerika. En dan zouden wij vliegen vanuit Düsseldorf, maar het vliegtuig zou vroeg vertrekken. Dus we dachten van dan overnachten we gewoon een nachtje in een hotel in de buurt. En dan kunnen we de volgende ochtend gewoon op ons gemakje naar het vliegveld. Mijn pa, nou, mijn ouders allebei zijn namelijk van die mensen die echt 4 uur van tevoren of zo aanwezig willen zijn bij het vliegveld. Wat ik eigenlijk ook best wel goed vind. Dus ja, of we moesten dan super vroeg vertrekken vanuit Nederland. En dan zouden we misschien ook nog in de file terechtkomen, dit en dat. Of we konden gewoon een nachtje lekker rustig in een hotel. En dan de volgende dag niet zo super vroeg op. Maar gewoon, weet je wel, richting het vliegveld gaan. Dus daar hebben we voor gekozen. Maar omdat dat natuurlijk niet meer doorgaat. Sinds corona en überhaupt ook gewoon we niet kunnen vliegen naar Amerika. Hebben we besloten om gewoon een nachtje te overnachten hier. We hadden ook geen annuleringsverzekering voor dit hotel. Dus we waren eigenlijk ook een beetje verplicht. En we dachten van ja, om dan maar 1 nachtje te gaan
Ja, is ook weer zoiets. Dus we hebben een nachtje bijgeboekt bij een ander hotel in Düsseldorf. En dat is waarom wij zojuist moesten uitchecken. We gaan zo meteen naar een ander hotel. We gaan zo meteen naar Linder Hotel. En daar zijn we ook vaker geweest. Mijn ouders zijn echt een fan van Düsseldorf, hè. Ze komen hier super vaak. Ik wat minder vaak. Maar ja, dus ja, we zijn nu een beetje tijd aan het doden. Mijn ouders zijn naar het tuincentrum, wat ik jullie volgens mij heb laten zien toen ik vanuit mijn kamer alles ging filmen. Mijn ouders zijn naar het tuincentrum dus. En dan gaan we zo meteen naar ons hotel. En dan gaan we daarna naar de stad in Düsseldorf. En morgen gaan we naar Kleef. En dan, ik geef binnenkort een feestje. Dus ik ga daar inkopen doen, denk ik. En ik heb een nieuwe spiegel nodig voor in mijn kamer. Misschien ook een nieuwe lamp. Dus vandaag is voor het winkelen. En morgen is voor de boodschappen. En gisteren was dan voor familie. So ja, ik ga jullie beide dagen meenemen. Vandaag en morgen. Ik denk dat het twee aparte vlogs worden. Nou, op dit moment weten jullie dat waarschijnlijk al. Dus ja, ik heb er super veel zin in. Oké, so guys, we zijn in onze hotelkamer bij Lindner. We hebben onze hotelkamer. Ik ben hier eerder geweest. Ik ben hier volgens mij 2 keer eerder geweest. Ik weet het niet zeker. Volgens mij was ik hier de vorige keer ook met Riam. Nee, sorry, met Kimberly. En dat heb ik toen ook gevlogd. Dat was met kerst. Maar ik heb het niet online gezet. Laat me weten of jullie die vlog alsnog willen zien. Het is wel met kerst. Dus het is wel een beetje raar. Want het is nog super koud daar zo. En ja, laat me weten of jullie. Volgens mij was het niet eens met kerst staan. Maar in ieder geval rond november, december. Laat me weten of jullie die vlog willen zien. Want dan kan ik hem alsnog bewerken en online zetten. Maar ik weet niet of ik hier was met Kimberly. Maar ik ben hier sowieso een keer geweest samen met Riam. Want ik was helemaal weg van deze kamer. Toch omdat die zo ruim leek. Ik moet wel zeggen dat deze nu iets minder ruim leek dan toen. Of dan in mijn gedachten of wat dan ook. En ik heb dit eerder gevlogd. Ik heb de hotelkamer eerder gevlogd. Maar ja, dat is natuurlijk al 2, 3 jaar geleden of zo. Dus ik ga dit keer voor jullie alsnog opnieuw vloggen. So yeah, we gaan even een roomtour doen. Oké, zo. We komen binnen. En dan hebben we meteen deze spiegel. Hi y'all. En dan hebben we hier de badkamer. That's me. We hebben hier een bad, een wc en niks. Oké, de vorige badkamer was zoveel mooier, jongens. Niet normaal. Ik was helemaal weg van die badkamer. Oké, gaan we door. En hebben we hier natuurlijk dit mega grote meubelstuk. Dat ik de vorige keer bijna liet vallen. Zal ik kijken hoe we dat nu gaan doen? Oké, deze kan je. Oké. Deze kan je dus zo schuiven. Oké, ik ga hem niet verder schuiven, want ik ben dus echt bang dat hij valt. Dan zijn we ver van huis. Even kijken wat dit is. Yes. Yes. Een koelkastje. Oeps. Oké. Dan hebben we hier één bed. Tafel. En dan hebben we hier een tweede bed. Maar ik slaap natuurlijk in mijn eentje. Dus ja, ik ga dan meteen in de mine mutten doen bij welke ik ga slapen. En dan hebben we hier de stoelen en zo. Oké, en dan ga ik jullie het uitzicht laten zien. Ik ben met mijn ouders. Ik ben natuurlijk met mijn ouders in Duitsland. Ik wist niet of jullie dat al. Ja, dat wisten jullie al. En we hebben 3 keer van kamer geswitcht. Om het uitzicht. Want ik had dit uitzicht de vorige keer ook. En ik vind het wel een oké uitzicht. Vooral hier wordt het mooi. Voor de rest niet zo heel bijzonder. Maar het uitzicht van mijn ouders, jongens. Ik ga het zo meteen laten zien. Oh mijn god, zoveel groen. I love it. Oké, dus dat was de roomtour. Ik ga ook nog even snel een storytime met jullie doen. Namelijk, oké, ik vind hotels over het algemeen best wel engig. Omdat ik hoor zo vaak verhalen dat er mensen vermist raken in hotels. Of vermoord worden in hotels. Of wat dan ook. En ja, nu slaap ik dan in mijn eentje in een hotelkamer. Maar in heel veel hotels heb je dus geen 13e verdieping. Omdat het een ongeluksgetal is, ja. Dus ze skippen gewoon meestal die 13e verdieping. Dan gaat het van 11, 12, 14, 15. Dan skippen ze gewoon die 13e verdieping. Maar gisteren was ik dus in dat Van der Valk Hotel. Of nou, vanochtend zelfs nog.
En we kregen een 13e verdieping. We kregen een kamer op de 13e verdieping. Dus ik vond het al super eng, hè? En I don't know, ik hoorde allemaal geluiden en zo. En och, ik weet niet, ik vond het gewoon een beetje engig. Dus ja, vandaag. Wij komen hier zo. En ik vraag aan mijn pa: op welke verdieping zitten we eigenlijk? Jongens, ik zit weer op de fucking 13e verdieping. En ik heb dus kamer 1314. En mijn ouders hebben kamer 1313. Mijn pa vroeg aan mij: wat wil je, 13 of 14? Ik zei tegen mijn pa: nee, ik wil 1314. En toen zag ik hun uitzicht en toen zei ik tegen ze: nee, nee, ik wil 1313. En toen kwamen zij naar hier, maar mijn moeder vond die andere fijner of schoner of I don't know. Of nee, groter, groter. Het zag er groter uit. Dus ja, zij hebben toch die kamer genomen, dus ik zit gewoon in 14. Maar hoe toevallig is het dat ik in allebei de hotels op de 13e verdieping zit. Is een ongeluksgetal, hè jongens, dat jullie dat weten. En ja, in heel veel hotels hebben ze dus geen 13e verdieping. Jullie moeten er maar eens op gaan letten. Maar hier dus wel. Super eng. Ik hoop niet dat dat hier iets gaat gebeuren vandaag. I'm getting suspicious. So yeah, dit was mijn storytime. Oké, jongens, ik ben in mijn ouders hun hotelkamer. En dit is hun uitzicht. Eerlijk, dit is toch zoveel mooier. Kijk hoe leuk. Maar even serieus, jongens. Hier wil je toch mee wakker worden, denk ik. Ik ben echt benieuwd hoe dit in de nacht is. Jongens, kijk de wolken, zo mooi. Nou ja, wij gaan zo meteen naar de stad. So yeah. Nou jongens, we zijn al een paar uur door het centrum aan het lopen. Sorry, ik heb niet gefilmd net. We zijn nu hier aangekomen. Ik denk dat we zo meteen een terrasje gaan pakken. Misschien. Het weer is zo lekker, mensen. Echt genieten dit. Oké, wij zijn nu beland bij Louisiana. We gaan lekker eten. Ik heb een cheeseburger met kajoenfrietjes. En mama heeft gewoon een normale burger. En dan heb ik er een strawberry mint drankje bij. Oh mijn god, jongens, kijk dan. Deze hebben wij in Nederland. Hè? Dit zijn gewoon die normale. Maar ze hebben ook deze. Dus met pinda's. En dit is met kokos. Oh mijn god. Ik ga echt die met pinda's proberen. Al denk ik dat deze wel nog steeds lekker is. Maar ik ben benieuwd. Lekker, man. Nou, wij zijn. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen. Maar wij zijn weer onderweg naar het hotel. Nee. Dit is waar we net waren. Nou, we moeten dus. In Duitsland moeten we dus overal een mondkapje op. Dus in het openbaar vervoer. Maar ook als we een winkel instappen, als we een restaurant ingaan, als we dan gaan eten, dan kan hij wel af. Maar in principe moeten we eigenlijk overal een mondkapje op. Echt super irritant heb ik gemerkt. Nou oké, het valt wel mee, maar het is gewoon als je van... Kijk, als dat zeg maar in Nederland ingediend zou worden, dan zou het op een gegeven moment wel gewenning worden en dan is het niet meer zo boeiend. Maar als je dan van Nederland naar Duitsland gaat en je bent dat niet gewend, dan is het gewoon best wel irritant. Omdat je niet de hele dag met een mondkapje kan lopen en dan helemaal niet als het warm is. Dus ja, nou ja, in ieder geval we zijn onderweg naar huis. Nou, naar het hotel. En ja, dan zien we wel wat we dan gaan doen. Ik heb in ieder geval super lekker gegeten. Ik was zo lekker. Ik zit helemaal vol. Ik ben ook een beetje moe te worden. Ik heb last van mijn voeten en zo. Ik ben zo lang gelopen. Maar ja, ik zie jullie zo meteen wanneer ik in het hotel ben. Nou jongens, het is al best wel laat in de avond toen we thuis kwamen. Of nou, toen we in het hotel kwamen. Nadat we naar de stad zijn geweest, hebben we eigenlijk niks meer gedaan. Ik was echt voor 15 minuten in slaap gevallen. Het bed is zo heerlijk. En de dekens zijn zo lekker. Ja, toen ben ik even bij mijn ouders in hun kamer gaan chillen. En that's it eigenlijk. Verder ja, heb ik gewoon niet veel gedaan. Ik heb gefacetimed met Boekie, want ik miste Boekie. dus ja, vandaag gefacetimed. Ze heeft geen iPhone. Ik ging gewoon video bellen met Boekie. En ja, that's it eigenlijk. Verder heb ik niet echt iets bijzonders gedaan deze avond. Ik ben eigenlijk al helemaal ready for bed. Soort van. Ik moet me natuurlijk nog omkleden. En ja, morgen moet ik weer vroeg op. We gaan weer lekker vroeg ontbijten. Dus ja, ik ga de vlog bij deze afsluiten.
Oh, ik heb helemaal niet laten zien wat ik heb gekocht vandaag. Nou, dat laat ik dan morgen in de vlog wel zien. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Het was een hele gezellige dag voor mij. Met super lekker weer en good vibes. En ik hoop dat jullie er morgen weer zijn bij een nieuwe vlog. Bij een nieuwe Düsseldorf vlog. Tot morgen, lievelingen.